Sinds vorige week is de horeca weer dicht. En dat betekent dat er in het centrum van Nijmegen veel minder mogelijkheden zijn om een wc te bezoeken. Er is er nu wel weer één bij. Het Huis van de Binnenstad heeft gezorgd voor een toiletwagen met meerdere toiletten op plein 1944. Tussen 10 en 6 kunnen bezoekers van de binnenstad er gratis terecht en de coronaregels worden er natuurlijk nageleefd. Na elk toiletbezoek wordt er grondig schoongemaakt. De toiletten blijven in elk geval een maand staan.